niet alleen Oranje komt in actie vandaag. Ook om 6 uur staat het de wedstrijd Denemarken-België op het programma. En bij Denemarken denkt iedereen natuurlijk meteen aan dat vreselijke voorval afgelopen zaterdag, toen Eriksen gereanimeerd moest worden op het voetbalveld. Nou, vanavond keren die Denen voor het eerst terug naar het stadion waar het gebeurde. En Eriksen die kijkt vanuit het ziekenhuis mee. De bondscoach heeft laten weten dat het, ja, dat weten we allemaal, maar goed, dat dat ziekenhuis Paul naast het stadion is en dat hij waarschijnlijk in zijn elftalshirtje voor de buis zal zitten. En hij kan de toeschouwers vanuit dat stadion ook horen. Het zal ook wel een zware dobber worden voor de Belgen, de Rode Duivels. Want juist nu is er heel veel sympathie voor de Denen. De hele voetbalwereld, of misschien wel de hele wereld, hoopt toch dat het ze lukt om te winnen. Maar ja, daar gaan die Belgen natuurlijk ook voor. Zo is voetbal. Ja, ja. Die sympathie die ligt misschien wel bij de Denen. Is dat bij jou ook zo, Angela? Nee, ik heb niet een voorkeur voor Belgen. Nee. Nee. Nee, en het is niet omdat het onze zuiderburen zijn dat je denkt toch leuker dat zij misschien winnen. Nee, nee. Daar ga ik me niet, niet aan maak ik me niet, nee, maar daar maak ik me ook gewoon echt niet zo heel druk over wie er wint. Ik zie het vanzelf. Even dat moment van Eriksen, want dat was natuurlijk afgelopen zaterdag op televisie. Ja. Hoe vond je dat dat ook tv-technisch werd gedaan, dat dat in beeld werd gebracht? Nou, het moment zelf had ik gemist. Mijn dochter kwam naar beneden. Die zijn enorme voetbalfan. En die riep, er is iemand ingestort op het veld. En hij wordt gereanimeerd. En wij dachten nog van, hè, dat kan bijna niet. Wat een onzin. Wat heftig, maar het was dus echt zo. Ja. Ja, nou ja, die kijkt alles, maar die is vrij nuchter. Dus daarna was het ook best wel weer redelijk kwijt. Ja, weet je, ik heb er met gemengde gevoelens naar zitten kijken. Want het zal je maar gebeuren als presentator daar in de studio. Gert van het Hof, die daar met Perez en Afellay zat. En moest improviseren. Daar ben je natuurlijk niet op voorbereid. Dat snap ik heel goed. Maar ik vond het vooral omdat je zo duidelijk de emoties bij Afellay zag, vond ik het echt heel moeilijk om naar te kijken. En toen dacht ik, ik heb echt een paar keer gedacht van, jongens, kom op, alsjeblieft, gooi er maar gewoon een kaartje in. We wachten op het nieuws uit het stadion en dan komen we weer terug. Mm. Vooral omdat ik dat echt lastig vond om te zien. Ja. Dat iemand zo moest vechten tegen zijn emoties en daar eigenlijk tegen zijn zin zat. Mm-hmm. Maar goed, voor de rest, hoe ze het hebben opgelost,